Rond 17:15 ochtends werd de brand in Heteren gemeld bij de meldkamer. Het zou gaan om een bedrijfspand aan de poort van Midden Gelderland. De brand woekert hard en er zijn enorme rookpluimen te zien. We hebben nu op dit moment ongeveer de eerste helft van het pand onder controle. En de andere helft, er zijn nu wat extra eenheden voor ter plaatse gekomen. Omdat het toch wat complex blijkt te zijn om door het pand heen te komen. Dus daar zijn we nu nog mee bezig. Er zijn gelukkig geen mensen binnen geweest, dus er zijn geen gewonden. Voor de zekerheid staat er een ambulance, maar die heeft gelukkig nog niemand hoeven helpen. In het pand staan tuin- en parkmachines. De oorzaak van de brand is onbekend. Vermoedelijk gaat het om geëxplodeerde accu's. Achter mij zie je natuurlijk een stevige rookontwikkeling. Het schijnt zo te zijn dat de brand van binnenuit komt. Dat maakt voor de brandweer ook best wel moeilijk om deze brand te blussen. Ja, ze hebben te maken met een complex bedrijvenpand. En ze hebben een gat in het dak gemaakt om van die rook af te komen, zodat ze verder kunnen. De rookontwikkeling belemmert het bestrijden van het vuur. Het vermoeden is dat er tussen het dak en een verlaagd plafond iets ligt te gloeien. De brandweer doet zijn uiterste best daar zicht op te krijgen. Ja, de mensen zijn al even binnen. Er zijn wel verkenningen. Het is een beetje een complex pand binnen, waardoor wat plekken moeilijk bereikbaar zijn. Dat gerinkel van glas, dat is waarschijnlijk omdat ze wat uitstroommogelijkheden voor de rook willen creëren. De gevolgen waren groot voor de wijde omgeving. Via een NL-alert is gewaarschuwd voor mogelijke giftige rook. Omwonenden zijn door handhaving geëvacueerd. De meeste waren daadwerkelijk niet thuis, maar sommigen konden we via hun interactieve deurbel nog spreken. Meneer, heeft u de explosieven gehoord vanochtend? Ja, we hebben zeker explosieven gehoord. En op het moment dat de handhaving aankwam dat we beter het huis uit konden gaan, zijn we gegaan. En die zette ik in de auto en het ging heel hard knallen. En eigenlijk had ik nog een goed kinderzitje voor hem erin willen zetten. Maar dat heb ik niet meer gedaan, want hij begon helemaal te huilen. Oh. En toen heb ik op een stoel voorover gezet en toen zijn we snel gaan rijden. Mevrouw, wat heeft u vanochtend gehoord dat er iets werd geëxplodeerd? Er kwam al politiewagen voorbij en toen kwam de brandweer voorbij, kwam de ziekenwagen voorbij. En toen weer politiewagen, maar toen later hoorde ik dat er brand was. Maar dat duurde wel heel lang eer er een grote brandweer kwam. De politie gaf aan dat er mogelijk asbest in deze broekstukken zit. De bewoners is gevraagd om deze stukken zelf op te ruimen. We staan ongeveer op 500 meter van de brand af. Het is licht mistig door de rook. Ik ruik ook heel goed het vuur. Achter mij is de achterstraat afgesloten en er zijn explosies gehoord vanochtend. De resultaten zie je ook in deze straat, want hier liggen overal brokstukken. Even na 12:30 's middags werd het zijn brandmeester gegeven. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd.